juich voor de Heer in alle landen, alle volken. Dient met blijdschap de Heer. Treed onbezorgd voor zijn naam zijn. Waar de Heer is God. Halleluja. Mensen van deze Sint-Andreas-parochie, of van waar u ook komt. Welkom aan de leden van ons gemeentebestuur, aan collega-priesters, aan diakens, religieuzen en allerhande kerkmensen. Sta me toe dat ik vandaag toch ook een bijzonder welkom geef aan onze wijdeling, Matthias. Aan zijn ouders, zijn broers en zijn familie. We hebben met z'n allen lang uitgekeken naar deze dag. We hebben onze wijdeling van nabij of van veraf gevolgd en begeleid in zijn groeien naar het priesterschap. We hebben de goede God gevraagd om mensen die ten dienst te willen staan van Christus en zijn kerk. We hebben gebeden om zijn Heilige Geest, opdat hij onze wijdeling zou zegenen met rijke gaven. We hebben God gedankt omdat we dit alles mogen meemaken. En nu zijn we hier. Op dit hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. Als gelovige gemeenschap hier bijeen rondom u, Monseigneur. Mag ik u in ons aller naam van harte welkom heten. Als onze herder en voorganger. En mag ik u vragen om ons in deze dienst en gebed te leiden en te willen voorgaan in deze wijdingsviering. Dank u wel, meneer pastoor. Ik nodig u allen uit met mij en met ons hier te bidden om de kracht en de bezieling van Gods Heilige Geest. Ik verzoek nu de wijdeling tot het priesterschap naar voren te komen, Matthias Parret. Ja. Hier ben ik. Monseigneur, onze moeder de Heilige Kerk vraagt u deze diaken tot priester te wijden. Weet gij of hij dit waardig is? Gedurende meerdere jaren hebben de vormingsverantwoordelijken Matthias leren kennen op het Groot Seminarie. We hebben hem echt zien groeien als mens, als christengelovige en als geroepene. We zijn getuige geweest van zijn inzet voor de studie, zijn inzet voor een groei in spiritueel leven. We zijn getuige geweest van zijn opweggaan met tal van mensen. We hebben ook gezagvolle mensen geraadpleegd hier in de Federatie Langemarkt-Poelkapelle. Ze hebben hun vertrouwen uitgesproken in Matthias als kandidaat voor het priesterschap. En ook de mensen die Matthias hebben begeleid tijdens zijn stage in de Federatie Oostkamp hebben een goed getuigenis over hem afgelegd. Op grond van dit alles kan ik u bevestigen dat Matthias Parret een geschikte kandidaat is voor het priesterschap. In vertrouwen op God de Heer en op Jezus Christus onze Verlosser kiezen wij hem uit voor het priesterschap. Sous-titrage Société Radio-Canada.
gedenken vandaag dat gij in het hart van uw welbeminde Zoon uw liefde hebt geopenbaard. Wij vragen u dat wij mogen putten uit die bron van alle gaven en sterkte vinden in de overvloed van uw genade. We vragen het u door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit het boek Deuteronomium. In die dagen staat ons tot het volk: Hij zegt de volk dat aan de Heer uw God gewijd is. U heeft Hij uit alle volken op aarde uitgevoerd om zijn eigen volk te zijn. Niet omdat Hij talrijker zit dan de andere volken, heeft de Heer zich aan u verbonden en u uitverkoren. Want Gij zijt het kleinste van alle volken. Maar omdat de Heer u lief had en Hij het eed aan uw vader bestand wilde doen, daarom heeft Hij u met sterke hand uit het land van de slavernij geleid en u verlost uit de macht van de farao, koning van Egypte. Herken dan dat de Heer de God inderdaad God is. De getrouwe God die het verbond gestand doet. Die vol erbarmen is door wie hem liefhebben en zijn geboden onderhouden tot in het duizendste geslacht. Maar die allen die hem verwerpen in hun eigen persoon straft en ten gronde richt hem verschonen. Hij wacht niet. Iemand die hem verwerpt, straft hij, hem persoonlijk. Volbreng dus de geboden, voorschriften en bepalingen die ik u gegeven voorschrijf. Zo spreekt hij. Misericordia Domini, in eternum cantabo. Misericordia Domini. De verdrukten recht wedervaren. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend. Hij toonde zijn werk aan Israël en zijn volk. Misericordia. Van de heilige apostel Johannes. Vrienden, laten we elkander lief hebben. Want de liefde komt van God. Iedereen die lief heeft, is een kind van God. En kent God. De mens zonder liefde kent God niet. Want God is liefde. En de liefde die God is, heeft zich over ons geopenbaard. Doordat hij zijn enige zoon in de wereld gezonden heeft. Om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde. Niet wij hebben God lief gehad, maar Hij heeft ons lief gehad. En Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen. Vrienden, als God ons zozeer heeft lief gehad, moeten ook wij elkander lief hebben. Nooit heeft iemand God gezien. Maar als wij elkaar lief hebben, woont God in ons. En is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dit is het bewijs dat wij in hem verblijven, zoals hij verblijft in ons. Dat hij ons deel heeft gegeven aan zijn geest. En wij hebben gezien en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden. Om de heiland van de wereld te zijn, als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God. Zo spreekt de Heer. Halleluja, halleluja, halleluja.
Alleluia, 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 In die tijd sprak Jezus: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij door mijn Vader in hand gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon. En hij aan wie de Zoon hem wil openbaren. Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Alleluia, 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 alleluia. Mijn goede vrienden, de lezingen uit de schrift die we gehoord hebben voor dit feest van het Heilige Hart behoren tot de zeer belangrijke bladzijden uit die schrift. En zij confronteren ons met het hart, het geheim van ons geloof. Dat wij door God zo gekend en geliefd zijn. Nooit zullen wij begrijpen waarom God deze wereld heeft geschapen en ons in het bestaan heeft geroepen. Nooit zullen wij begrijpen waarom wij mensen God zo ten harte gaan. God woont in het ontoegankelijk licht en heeft niets of niemand nodig om te zijn wie hij is. Ook ons niet, vrienden. Hij is de volheid van het leven. De volheid van het zijn. En toch wordt ons in heel de schrift dat onvoorstelbare nieuws, dat goede nieuws, genaamd. Dat hij ons lief heeft. Zozeer zelfs dat hij zijn eigen zoon, zijn enige woord, aan ons heeft gezonken. Dat weet u, vrienden, uit ervaring, voor de liefde is er nooit een verklaring. Wanneer ik bemind word, dan is het altijd onverdiend. En hoeveel te meer dan als het gaat om Gods liefde.
Onder de mensen is de liefde wel altijd wat gemotiveerd door een of andere kwaliteit. Door een of andere aantrekkelijkheid. Zo niet bij God. Als hij ons lief heeft, dan niet omdat wij aantrekkelijk zijn. Niet omdat wij beter zijn dan anderen. Vromer. Arme zondaars, zo zijn we het altijd in het misgroet, en dat zijn we. We hebben het gehoord in het boek Deuteronomium, in de eerste lezing. Niet omdat wij talrijker zijn dan de andere volken, heeft de Heer zich met u verbonden en u uitgekomen. Want gij zijt het minste van alle volken. Maar omdat u lief heeft. En hij de eed aan onze vaderen bij de gestalte. Hoe meer je erover nadenkt, vrienden, hoe minder je het begrijpt. Waarom zou God ons lief hebben? Wat zouden wij hem kunnen geven? Wat zou het voor hem kunnen betekenen? Wij zijn vergankelijke wezens, mensen, geen goden. En daarmee zeg ik slechts de halve waarheid, want we zijn daarboven ook nog mensen die Gods liefde weigeren. We zijn zondaars. Het is niet zo, vrienden, dat wij hem hebben gezocht, dat we alles voor hem hebben gedaan, tot hij eindelijk onder de indruk kwam van ons en zijn hart voor ons heeft geopend. Zo is het niet gegaan. Het tegendeel. En Paulus zegt het in zijn brief aan de Romeinen. En hij verwoordt daarmee zijn eigen persoonlijke diepste ervaring. God bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. En in zijn eerste brief, we hoorden het in de tweede lezing, zegt het Sint-Jan op zijn manier. Hierin bestaat de liefde. Niet wij hebben God lief gehad, maar Hij heeft ons lief gehad. En Hij heeft ons zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonde uit te wisselen. Het Evangelie voor deze feestdag spreekt ons over de diepe en volstrekte eenheid die er bestaat tussen de Vader. Niemand kent de Vader, zegt Jezus, tenzij de Zoon. En niemand kent de Zoon, tenzij de Vader. Wat de Zoon van de Vader betekent, daarvoor vriend, bestaan er geen woorden. De Schrift noemt hem altijd. En ook wij zijn kerk beleiden hem met liefde als de Zoon, de enige geboren Zoon. De eeuwig geliefde, de uni directus, zoals hij genoemd wordt. En daarom gaat ook Gods liefde voor ons alle begrip te boven. Gods liefde is niet een theorie, niet een idee, ze is heel concreet. Sint-Jan zegt het. Hierin zie je dat hij ons zo lief heeft, dat hij ons zijn Zoon heeft gegeven. En daarmee is gezegd dat hij ons alles heeft. Heel zijn hart, alles in liefde. We zijn hem alles waard. Hij bemint ons met dezelfde liefde waarmee hij zijn eigen Zoon lief heeft. En dezelfde geest van liefde, die Vader en Zoon zo innig met elkaar verbinden, die heeft hij ook, het is onvoorstelbaar vrienden, ook aan ons geschonken. En zo worden wij Gods eigen kinderen, worden wij broers en zusters van Jezus zelf. En als iemand dus erkent dat Jezus Gods Zoon is met heel zijn hart, dan weet je, dan moet God in hem en moet hij of zij in God. En dan zegt hij, ja, als God ons zo zeer lief had,
deze wereld en voor de mensen. Dat wij ten einde kunnen gekend en bemind zijn door God. Daarom word je priester, om dat te verkondigen. En om zelf op een heel bijzondere wijze daadwerkelijk teken te zijn. Sacrament van deze liefde. God heeft uw hart geraakt. Heel diep. En gaandeweg heeft Hij ook uw hart voor Hem geopend. Het is niet uw verdienste. Het is het wonder van Zijn genade. Er wordt je, dat is waar, vandaag een juk op je schouders gelegd. Want de taak is niet eenvoudig en ze is niet vanzelfsprekend. Zeker niet in onze tijd. Maar heb geen vrees. Dat vraag ik u, Matthias. Laat de vreugde en de dankbaarheid overvloedig binnen in je hart. Door de leiding die je straks ontvangt, door je gebed en handoplegging, zal je voor altijd Christus op een bijzondere wijze te horen. Je zult met hem in zijn dienst en door hem priester en herder zijn voor zijn volk. Maar het is juist die verbondenheid met hem die het juk zo zacht en de last zo licht maakt. Wees een goede herder. Weet dat je om niet gekregen hebt, dat je ook om niet moet geven. En laat de verbondenheid met Christus altijd uw eerste zorg zijn. U kent het woord van Maria op de bruiloft te Cana. Toen het tekort was aan mij. En toen ze zei, doe maar wat hij u zeggen zal. Doe dat, Matthias. Zoek de Heer en geef u zonder voorbehoud. Ik zeg het u, al het overige zal u overvloedig gegeven worden. En leer ook van hem, dag na dag. Zoals het vandaag zo mooi in het evangelie staat. Leer het van hem, zachtmoedig en nederig van hart te zijn. Je zult altijd rust vinden voor uw ziel. Amen. Matthias, voordat je de priesterwijding ontvangt, vervraag ik u openlijk in aanwezigheid van het volk uw besluit uit te spreken op het ambt dat u gegeven hebt. Daarom vraag ik u: zijt gij bereid als priester de bisschop voor altijd ter zijde te staan bij de herderlijke zorg voor het volk van God onder leiding van de Heilige Geest? Ja, dat wil ik. Zijt gij bereid de gemeente voor te gaan in de liturgie volgens de overleving van de kerk tot eer van God? En heiligen van het christendom. Ja, dat wil ik. Zijt gij bereid om in de prediking van het evangelie en de uitleg van het katholieke geloof Gods woord met toewijding te verkondigen? Ja, dat wil ik. Zijt gij bereid om voor het welzijn van het volk steeds meer te binden aan Christus, die zich als een zuiver overgaat aan de Vader? Met de hulp van Gods genade, ja. Matthias, bloed gebed en mijn opvoeding, eerlijk en gehoorzaamheid. Ja, dat beloof ik. Ik weet dat God niet het goede werk in deze bevatting heeft overgebracht. Zusters en broeders, u allen hier. Mag ik u vragen dat we nu allen zouden willen tot God, onze Almachtige Vader, dat hij de genade geeft aan Matthias, die hij tot de priester heeft uitgekocht. San Diego.
et sanctificare dignitis. Irrogatus ordinos. Ut presenta me et fubile dicere, et sanctificare, et consecrare dignitis. Heer, Heilige Vader, almachtige, eeuwige God, Gij die de ambtsdragers roept en de functies verdeelt, wees ons in dit uur nabij.
in de ordening van onze samenleving, in de ontwikkeling die de mens in staat stelt zich te ontplooien, zien wij uw hand. Ook in de ambten ingesteld voor het heil van het volk en doorgegeven in heilige tekenen,